Dus Eep is... ja, je ziet wel hoe de mensen ermee begaan zijn met heel die wereldvrede. En spontaan komen er mensen bij staan en die staan dan toch even stil bij het moment dat er gaande is. Van waar kwam eigenlijk dit initiatief? Ja, het initiatief en het idee. Iedereen leeft wel met het idee voor wereldvrede. En ik zag de laatste tijd op mijn Facebookpagina artikels verschijnen en vrienden die hun ongenoegen wouden delen van wat er gaande is in de wereld. En ik dacht, ja, laat ons dan eens de kracht van een Facebook gebruiken om iets op poten te zetten. En ik dacht dan, ja, 3 minuten wereldvrede. Die 3 minuten komt eigenlijk van het origineel nummer van John Lennon, duurt 3:14. En dan dacht ik van, ja, 3 minuten gaan we even stilstaan en ja, zo is het begonnen eigenlijk. Is het iets dat realistisch is, echte wereldvrede? Wel, blijkbaar niet, want anders had het er al lang geweest. Maar de grote leiders en al de politiekers, ik geef niemand een schuld of een blaam, maar ja, ze krijgen het blijkbaar ook niet opgelost. En waarom kunnen wij dan eens niet als gewone burger de kracht proberen te zetten, wij allemaal samen, om gewoon te zeggen stop. Stop nu gewoon met dat geweld. Druk niet op die knop, trek niet aan die trekker, schiet niemand niet dood, slaag niemand op zijn gezicht. Dat hoeft niet. Er zijn andere oplossingen. Laat ons nu gewoon even stoppen.